Auto versneld. En start gevallen. Felicio de Jo Max die schiet achter de auto vandaan en die gaat de leiding nemen. Daarachter op plek 2 aan de relingzijde komt Bel Bonanza terecht. Buitenkant daarnaast Arend de Vrede met Earthquake Ballet en die gaat van de benen. Het was een kleine aardbevingje daar in dat tweede spoor en dat leidt tot positieverlies. Hij ligt nu aan de staart van het veld en zo gaan de paarden de eerste bocht door. Felicio de Jo Max leidt, daarachter ligt Bel Bonanza en de derde plaats daarachter is voor Dolly Pop. Vierde is Effendi Duplessis en naast Dickie Hof ligt de man waar die op de trainingsbaan ook altijd naast rijdt. Giel Wildhagen met Crystal Sun. Kijken we even in de staart van het veld, daar is wel wat beweging. Eén deelnemer gaat aan de buitenkant naar voren en dat is Emperor Quick. 13-9 de tussentijd. Twee ronden te gaan nog. En Kooijman heeft ook even gezien dat het 13 ging. Want hij kwam langs het grote scherm. En we hebben nog die twee ronden voor de boeg. Felicio de Jo Max leidt. Daarachter op de tweede plek aan de relingzijde Bel Bonanza. Derde is Dolly Pop. Eerste paard aan de buitenkant is Emperor Quick. Vijfde aan de relingzijde is Effendi Duplessis. Zesde Crystal Sun. Daarachter aan de relingzijde ligt John Dekker. En John rijdt in deze koers Duc de Clerbosque. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. En Kooijman die trekt zich van niemand heel veel aan. Hij kijkt af en toe wel achterom of iedereen nog een beetje in de buurt is. En dat zijn ze nog steeds. Op de tweede plek aan de relingzijde is het dichtst in de buurt. Bel Bonanza. Eerste paard aan de buitenkant is nog altijd Emperor Quick. 18-4 de tussentijd. Daarachter ligt Dolly Pop. En daarachter Effendi Duplessis met Crystal Sun. Daarachter volgt dan aan de relingzijde. Dat is Duc de Clerbosque. En daarachter aan de buitenkant gaan andere deelnemers naar voren. Deelnemer die op dit moment probeert wat terrein goed te maken. Uitgeschakeld nummer 12. Nummer 12 onregelmatig. De 12 gaat eruit. En dat was Joko's Way. Maar dan zijn we weer voor de tribune en Felicio de Jo Max leidt nog altijd. Kooijman heeft de handrem ietsje aangetrokken, maar iedereen blijft makkelijk in de buurt als het ook 16-6 gaat. Dan mag je zeggen dat gaat niet al te hard, maar dat gaat best wel hard. 16-6 onderweg. En dat merkt Giel Wildhagen aan de buitenkant ook. Die begint nu Crystal Sun te vragen voor een versnelling, want die kan die rug in het tweede spoor niet meer houden. Dat is nog altijd de rug van Emperor Quick, maar die rug komt nu naar hem toe. Dat is beter dan dat je er naartoe moet lopen, maar aan de andere kant, je moet er dan ook weer een keer omheen. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in en dat leidt toch altijd Felicio de Jo Max. En Kooijman denkt, ik had nog een zusterversnelling, laat ik die eens een keer gaan gebruiken. Die heeft hij nu ingeschakeld. Felicio de Jo Max, daarachter op de tweede plaats Bel Bonanza. Aan de buitenkant Emperor Quick, daarachter Dolly Pop. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. 16-5, de tussentijd. Felicio de Jo Max. Twee lengte voorsprong nu op Bel Bonanza. Emperor Quick aan de buitenkant, die houdt zich geweldig. Daarachter is Dolly Pop naar het tweede spoor gegaan. Effendi Duplessis gaat binnendoor naar voren. En zo gaan de paarden de laatste bocht in. En we zijn inmiddels halverwege de charterbocht. En kijk die Kooijman gaan. Het was niet alleen een zesde versnelling. Er zit ook nog een zevende op en ook nog een achtste. En dat heeft de rest niet. Zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. Felicio de Jo Max ruim voor het veld. Daarachter de strijd om de plaatsen. Daar komt aan de buitenkant Dekker naar voren. Met Duc de Clerbosque in het midden van de baan. Ook Dolly Pop. Maar het is helemaal alleen. Uitgeschakeld. Felicio zes de Jo Max. 14-3 over de laatste 500 meter. Tweede plek daarachter is voor Duc de Clerbosque. En plaats 3 waarschijnlijk nog voor Emperor Quick. Die een meer dan geweldige koers heeft gelopen. 16-1 voor de winnaar.